kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. Gewijzigde National Oil Spill Contingency Plan gepresenteerd aan president Santokki. PAHO en Volksgezondheid slaan handen ineen voor suïcidepreventie. En OE informeert samenleving over nieuwe ontwikkelingen, staatsgebouwen en verkavelingsprojecten. Het National Oil Spill Contingency Plan, opgesteld in 2016, is herzien. Dit plan is essentieel als richtlijn voor het omgaan met olielekkages en is van groot belang voor investeerders in de oliesector. De herziene versie van het plan werd op 20 mei gepresenteerd aan president Chandrika Prasad Santokki. Wij brengen u de volgende reportage. Vandaag hebben wij als NCCR, die is de drager van het National Oil Spill Contingency Plan, en de NOSCP. En in dat kader hebben wij dus afgelopen december is er de opdracht gegeven aan onder andere de drager van het Oil Spill Plan van Suriname, om een plan die we reeds hadden in 2016 te revisen en opnieuw te bekijken, omdat gas en oil, die is nu een sexy woord, zoals ik het noem. En er zijn dus de diverse oliebedrijven die naar Suriname komen, die komen exploren, kijken. En zij willen dus ook weten, als alle de wetgeving, maar ook als Suriname voorbereid is, middels plannen op mogelijke ongelukken die er zouden kunnen plaatsvinden, mogelijke oil spills. En in dat kader hebben wij dus van de president de opdracht gehad om het plan te reviewen, opnieuw te bekijken. Dat hebben we gedaan. In dat kader is er een steering team samengesteld, bestaande uit mensen van NCCR, dus ikzelf, en mensen van Staatsolie, die zaten erin. En dat steering team, dat team heeft dus de opdracht uitgevoerd met betrekking tot wat moeten we revisen in het plan, wat is nog goed, wat moeten we nog aanpassen, etc. En daartoe hebben wij eigenlijk een ander team opgezet onder leiding van mevrouw Marnie Daal. Zij heeft toen dat team getrokken en zij heeft ervoor gezorgd dat we dus met brede lagen van de actoren in Suriname, de districtscommissarissen, diverse oliemaatschappijen, de diverse diensten, de oliemaatschappijen die hier zo werkzaam zijn alvast, maar ook met deskundigheid in het buitenland is er gepraat, zijn de plannen aangeboden, de mensen hebben commentaar geleverd. En uiteindelijk is het finaal plan samengesteld, de gerevised version van de National Oil Spill Contingency Plan. En dat is 24 vorige maand aangeboden aan de steering committee. En vandaag hebben wij de gelegenheid om dat plan aan de president aan te bieden. In samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid heeft de Pan American Health Organization, PAHO, cruciale training en ondersteuning geboden aan eerste lijn gezondheidswerkers voor de preventie van zelfbeschadiging en zelfmoord. Deze inspanningen omvatten vroege detectie, effectief beheer en het vergroten van bewustzijn. PAHO-WHO biedt verdere technische en financiële ondersteuning voor een situatieanalyse en versterking van de monitoring van zelfbeschadiging en zelfmoord. Op 21 mei organiseren de regionale gezondheidsorganisatie een workshop hierover in het Marriott Hotel. MUZIEK
Vandaag hebben we een stakeholders meeting hier in Marriott, ondersteund door de PAHO. En de stakeholders meeting gaat over suïcidepreventie. Hoe we samen met alle stakeholders een stap verder kunnen maken in suïcidepreventie. De stakeholders zijn alle actoren die te maken hebben met zelfmoord en zelfmoordpogingen. We hebben de spoedeisende hulp, we hebben het BOG hier, we hebben de instituten die bezig zijn met analyses, we hebben de justitiële keten als het ware die ook mee gaat helpen denken. Ook de politie heeft heel veel informatie, zo willen we kijken. Hoe gaan we met de data om die wij al hebben? Hoe kunnen we het integreren? Hoe kunnen we het samen gebruiken? Wat zijn de gaps? Waar hebben we nog meer hulp nodig? Welke manier van hulp is er nodig om verbetering te brengen in ons doel? En dat gaat dan na de identificatie, gaat men eraan werken in een actieplan. Voor het heel Amerikaans continent is de PAHO bezig, omdat het Amerikaans continent de hoogste cijfers heeft qua suïcide. In de afgelopen jaren, vanaf 2019, hebben ze een stijging gezien van 17% qua suïcidegetallen in de Amerika's. En Suriname is ook een van de landen waar het suïcideaantal hoog is. Dus vandaar dat ze hebben gemeend om deze workshop te organiseren, zodat we weer allemaal samen gaan kijken naar hoe kunnen we daarnaartoe werken dat we minder suïcidegevallen, suïcidepogers hebben in het land. En komen tot eigenlijk dalende cijfers. Zelfmoordpreventie is belangrijk omdat het woord het zelf zegt. Het is preventable, je kan het voorkomen. In heel veel gevallen, als je op tijd interventies pleegt, als je op tijd de mensen kan begeleiden, dat die actuele daad tot het plegen van zelfmoord achterwege blijft. Dus de WHO zegt het ook, het is een preventable thing. Je kan het voorkomen als je interventies pleegt. En daarom dat ze ook die Live Life interventions hebben geïntroduceerd. Dat is evidence-based, het is met onderzoek bewezen dat deze maatregelen daadwerkelijk leiden tot een daling van aantal suïcidegevallen. De bedoeling van deze meeting, wat er uit deze meeting komt, is dat er een geïntegreerd plan komt voor suïcidepreventie in Suriname. En met geïntegreerd bedoelen we dat alle stakeholders, iedereen die een rol heeft, ook wel zijn bijdrage levert om te komen tot dat plan. Want niet alleen de medische sector is belangrijk, maar bijvoorbeeld het ministerie van Landbouw is ook belangrijk als het gaat om pesticiden. Het ministerie van Handel en Industrie is belangrijk als het gaat om de import van pesticiden. Sociale zaken is belangrijk voor begeleiding, dingen in de maatschappij, sociaal-economische situatie in het land. Onderwijs is belangrijk om mensen te scholen, om awareness te brengen over suïcide en wat kunnen we daaraan doen. Dus er zijn meerdere mensen, buurtorganisaties zijn nodig om in de buurten ook te kijken van hoe kunnen we mensen begeleiden, hoe kunnen we mensen helpen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen allemaal komen tot minder suïcidegevallen in Suriname. Op dinsdag 21 mei werd op het ministerie van Openbare Werken een persconferentie gehouden over de renovatie en nieuwbouw van staatsgebouwen, verkavelingsprojecten en bouwregels. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse presentaties gegeven om deze belangrijke ontwikkelingen toe te lichten. Daarnaast werd een bouwflyer aan de aanwezigen overhandigd. Wij voeren u terug naar de eerder gehouden persconferentie. Het ministerie van Openbare Werken heeft onder andere ook als taakstelling, zoals ik al eerder zei in de presentatie, zorg te dragen voor het renoveren, uitbreiden, vernieuwbouw van staatsgebouwen. En de afdeling utiliteitsbouw gaat over dit soort projecten. Het is niet iets van nu, we zijn al heel lang bezig. En sinds het aantreden van de minister, dan zijn er nog meer aanvragen. Kijk, dus de procedure is eigenlijk, de staatsgebouwen hebben een eigenaar, een gebruiker van verschillende ministeries, maar ook van particulieren. Een goed voorbeeld is het ministerie van Justitie en Politie.
Als ze in een pand zijn dat gerenoveerd moet worden, wordt er een verzoek gedaan aan het ministerie van Openbare Werken. En dan gaan wij het voorbereidend project uitvoeren door de aandruk van de aannemer, soms een architect, tot de realisatie. Twee belangrijke punten. De urgentie van het project. Je hebt van dat soort projecten waarbij het verzoek binnenkomt en de urgentie niet zo hoog is als bijvoorbeeld een Sibibusi langskomt en een dak waait weg, is dan de urgentie groter. En daarnaast moet er ook rekening houden als er middelen zijn vanuit de gebruiker eigenlijk en als OW ook zelf kan inkomen vanuit de staatsbegroting van OW. Heel afhankelijk van de grootte van het project. Je hebt dan de voorbereidende fase waarbij het project moet worden voorbereid en wordt de aanbesteding gehouden. En de uitvoeringsfase, meestal voor nieuwbouw, is dat tussen de 6 maanden en de 8 maanden. Voor renovatie wat korter, 6 weken. Het hangt er helemaal vanaf wat gedaan moet worden. Het totaalbudget, ik ken het niet uit het hoofd. Maar het is wel bekend, het wordt ook, denk dat het ook een kenbaar wordt gemaakt door de minister in de begrotingsbehandelingen. Hoop het een goede. Meestal wordt er een openbare aanbesteding gehouden en elk aannemer is vrij om in te schrijven voor een project. Ja. Elk architect mag meedoen met de inschrijving zolang ze voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden. Bedoelt u de gebruikers, de ambtenaren die gebruik maken van zo'n staatsgebouw? Yes. Nou, sowieso comfortabel en eigenlijk met heel veel plezier naar het werk gaan. Dat ze een omgeving hebben waar ze prettig kunnen werken. En daarvoor moeten wij zorgen. Bij de voorbereiding wordt er al een plan gemaakt. We gaan dan met de gebruikers zitten en kijken waar we ze tijdelijk kunnen plaatsen of waar zij tijdelijk ergens anders kunnen vestigen. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.